Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij deze nieuwe geschiedenisvideo. Vandaag gaan we het hebben over de Tikibad. De laatste geschiedenisvideo was van Duinrail, dus check die video als je die nog niet hebt gezien. Maar vandaag gaan we een geschiedenisvideo maken over het grote zwembad van Duinrail. Al noemen ze het niet echt een zwembad, ze noemen het een glijbanenparadijs. Ja, dat is het ook wel. Tikibad is in al die jaren uitgegroeid tot het grootste waterpark van Holland, van de Benelux. Het beste ook. En er staan echt geweldige glijbanen in, allemaal klassiekers, wilde glijbanen. En die gaan we vandaag eens behandelen. Het zal niet een hele lange video worden, omdat de geschiedenis van een zwembad niet zo heel groot is. Het zwembad werd geopend in 1984. De naam werd geïnspireerd van de attractie Enchanted Tiki Room in Disneyland. De inspiratie haalden ze dus van de tiki-cultuur. En daaruit kwam dus de naam het Tikibad. In 1984 was uiteraard het zwembad nog niet zo groot zoals het nu is. Het enige wat er toen de tijd stond was eigenlijk de groene barracuda en de blauwe haai. Die hebben in het verleden ook even Super Slide en Family Slide geheten, maar tegenwoordig is het gewoon weer groene barracuda en blauwe haai. Het golfslagbad was er en er was een whirlpool. En een wat later kwam het pelikaanduik erbij. De glijbaan van 7 meter lang, waarin je 3 meter een vrije val in het water valt. Deze glijbanen vinden in de buurt niet zo heel veel. In Holland heeft enkel de parel in Domburg nog zoiets staan. En in Holland staat er eigenlijk nog zo een, maar alleen die is niet zo heel hoog. Voor de rest was er niet echt meer in het Tikibad toen de tijd. Tot in 1987, want dan breidde het bad uit met 2 schitterende speedglijbanen, de Blitz en de Flits. De Blitz is de groene glijbaan die in een spiraal naar beneden gaat. En de Flits is de blauwe glijbaan die steil naar beneden gaat. Toen de tijd was hem nog echt steil. Maar tegenwoordig is de flits een stuk minder steil dan vroeger. Ook had de flits vroeger aan het einde van de baan een donker stuk, gelijk als de blitz nog altijd heeft. Maar dat is een paar jaar geleden aangepast. En sindsdien is het laatste kleinbekkenbaan van de glijbaan zo'n spiraal geworden. En de free-falling begin, daar hebben ze een glazen stuk toegevoegd. De flits is sinds de opening nog ongewijzigd gebleven. De reden dat de flits minder steil is geworden was door de komst van de Moonlight en de Starfright. Om die 2 glijbanen te bouwen zijn er heel veel aanpassingen geweest in het zwembad. In 1994 kwam er nog een toren bij met 2 spaceballs erin. De Cyclone en de Tornado. De Tornado die staat er niet meer. Sinds 2008 is die vervangen voor de Typhoon. Maar eigenlijk is het principe ongeveer hetzelfde. Alleen is de Typhoon geen spaceball. De Cyclone die staat er wel nog altijd gewoon. En alle geluk, want hij is naar mijn mening nog altijd de beste glijbaan van de Benelux. Ik ken geen trechter die dat extremer is dan de deus. Ook kwam de flyover naar het zwembad. Deze was een unieke glijbaan. Of ja, glijbaan. Valt nu nog een beetje aan te twijfelen wat het nu precies was, maar het was in ieder geval de enige in zijn soort. Geen enkel ander zwembad heeft ooit zoiets toegevoegd. Het principe van die glijbaan is, het is eigenlijk feitelijk een stroomversnelling onder water. Je zwemt dus een buis in, onder water, dus je moest ook echt zo'n 18 seconden je asem inhouden. En aan het einde van de baan worden er gewoon terug uitgeschoten. Flyover was dus de eerste onderwater glijbaan, maar ook de enigste. En tegenwoordig is het dus geen enkele niet meer, want flyover is later helaas uit het zwembad verwijderd. En ja, geen enkel ander zwembad heeft de poging gedaan om zoiets toe te voegen. Datzelfde jaar kwam er ook nog de Lazy River bij. Een stroomversnelling met banden. En een klein indoor stukje waar de vleermuizen van de mislukte achtbaan Batfly terug te vinden zijn. Ook wel even plezant om te doen. De Cannonball kwam geloof ik ook datzelfde jaar naar het zwembad. Deze is een hele korte glijbaan, maar het speciale eraan was dat je bij deze glijbaan zo ongeveer een meter boven het water uit de buis wordt gesmeten. Waardoor dat je dus eigenlijk zo'n beetje gelijk een kanon wordt
weggelanceerd. Zo'n glijbaan hebben we in België ook gekend, in Oceade, maar die is dus helaas niet meer. Of ja, hij is naar Portugal verhuisd, maar dat is niet in de buurt. Dus de Cannonball in Tygebad is de enigste in de buurt. En er kwam ook nog de Wet Dance Floor. Dat was eigenlijk gewoon een podium waar je kon dansen. Die is later ook weer weggehaald en daar komen nu de Moonlight en de Starfright in uit. De Wet Dance Floor hebben ze dus verwijderd om Moonlight en Starfright te kunnen bouwen. In 2010 kwam er bij de toren bij de Pelikaanduik een nieuwe glijbaan. De Extreme. Een glijbaan met een valluik. Ook een hele leuke baan. Alleen ja, al bij al stelt het niet zo heel veel voor. Het is eigenlijk gewoon dat valluik wat er speciaal aan is. Ook wel zo'n beetje de glijbaan waar de meeste accidenten mee zijn gebeurd. En ja, zoals ik zei, het is niet zo heel speciaal, maar buiten daar is het wel nog altijd de enigste glijbaan met een valluik in Nederland. De baan heeft slechts een hoogte van 7 meter, maar het is toch wel een topglijbaan om even te doen. In 2017 kwam er een cone-glijbaan, de Triton. Deze is tegenwoordig de langste glijbaan van het zwembad. Een glijbaan met 3 cones, zoals ze dat noemen. Je kunt het ook zo trechters op zijn kant noemen, maar in vaktermen heet het eigenlijk cones. Die glijbanen vinden tegenwoordig meer in Holland. Vroeger had eigenlijk enkel Centerparks de M of zoiets staan, de Turbo Twister. Maar tegenwoordig zijn er dus een paar in Nederland. Zoals bekend ook nog de Triton en Hof van Saxen heeft een paar jaar geleden ook zo'n glijbaan toegevoegd. Er zijn ook leuke glijbanen om te doen. Ook dat jaar werd er een nieuwe hal gebouwd met daarin het kindergedeelte. Daar hebben ze eigenlijk onder andere een paar kleine versies van de grote glijbanen gezet. Zoals bijvoorbeeld de Hurricane. Een glijbaan met één zo'n cone, gelijk als de Triton. Alleen dat is dan een kleine versie met maar één cone. Je hebt dan ook nog bijvoorbeeld de Blue Stripe, de Green Flash. Je kunt eigenlijk wel een beetje zien als een kleinere versie van de Blitz en de Flits. De Rapid Run, een kleine multislide. En dan nog een kinderglijbaan, een dubbele glijbaan van zo'n 10 meter voor kleine kinderen. Wel opgelet. Dat kindergedeelte is maar toegankelijk tot maximaal 14 jaar. Om dan in 2019 naar de laatste investering te gaan, en daarvoor gaan we naar het buitenbad. Al langere tijd was er een zwembad buiten, maar daar hebben ze dus ook een paar glijbanen toegevoegd het laatste jaar. Quattro Run, een familieglijbaan, ook weer een multislide, alleen een iets grotere versie dan die van het kindergedeelte. Playa noemt dat, by the way. The Green Twist. Een openlucht U-glijbaan, de Rainbow Splash, een korte buisglijbaan met lichteffecten en een speeltoestel. Boogie Ride, een tweede buisglijbaan of hetzelfde speeltoestel. Die is iets hoger en heeft een doorzichtig stuk in het begin. En de Twin Fin, een kleine versie van de Quattro Run met 2 glijbanen. Verder nog een mededeling over dat buitenbad. Vroeger toen enkel dat zwembad er stond, kon je dat bezoeken gewoon door naar het pretpark Duinrel te gaan. Dan kon je dus gewoon ook naar het zwembad gaan. Maar sinds die glijbanen er staan, kan het dus niet meer. Dan kunnen daar alleen maar komen als je een ticket voor het Tygebad koopt. En zo zijn we rond, mensen. Dat was de geschiedenis van Tygebad. En al bij al heeft het zwembad niet echt minpunten. Voor de rest is alles gewoon top daar. Verdere uitbreidingen zijn er voor het moment niet, maar ik hoop dat het Tygebad ooit eens gaat uitbreiden met een wildwaterbaan. Want dat is toch wel een glijbaan die ze missen daar. Maar goed, dat was Tygebad voor vandaag. De geschiedenis van Tygebad. Vond het een leuke video? Like dan voor meer geschiedenis. Abonneer op ons kanaal. En dan zeg ik tot de volgende video. Ciao.